Wow. Dit is echt bizar. Kijk dan. There. Yeah, it never stops. Look. There. Yeah. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandagochtend en ik ben druk bezig met alles in te pakken voor LA. Ik ga even lunchen. Ik ben weer thuis bij Olivia. Hi Olivia. Hoi Olivia. Wat is dat? Baby. Baby? Is dat jouw baby? Nee, mijn. Ga je die naar school brengen? Nee, ik ga fietsen. Ga je fietsen met de baby? Olly, wat gaan we morgen doen? Olly? Wat gaan we morgen doen? Olly, gaan we morgen op vakantie? Olly, gaan we morgen op vakantie? Nee, ik ga vliegen. We gaan verder met het vliegtuig morgen. Met Kaki. Met Kaki ook. Hoog in de wolken. Nee, van het land. Wat zeg je? Het land. Nee, in de wolken gaan we met het vliegtuig. We gaan een secret plan. En dan gaan we het visie kijken in het vliegtuig. Nee. Je wil? En dan gaan we naar het strand. Ja. Ik ben dus weer thuis. Oeh, het uitgelopen mascara en zonder... Tussen mijn oogmake-up heb ik nog op. Ik ging naar Bodyfix. Daar ga ik tegenwoordig heen bij Agnieszka. Voor anticellulitis behandelingen. En ik had ook een bindweefselmassage op mijn gezicht gedaan. En ik ben er echt super blij mee. Mochten jullie meer willen weten, laat het maar even achter. Dan kan ik jullie vragen beantwoorden. En nu ga ik echt mijn koffer inpakken als Olivia slaapt. En als ik klaarmaken voor morgen. En ik mag zo. Altijd zo'n avond voordat je weggaat. Slapen. Gaat de baby slapen? Nee, ik ga niet. Ik ga het nu ook opschrijven. Kennen jullie dat? Dat alles door je hoofd heel de tijd gaat. En dan moet je het gewoon opschrijven. Anders gaat het helemaal mis. Dat ga ik nu doen. Hi papa. Hi Olly. Hoe is het? Ik ga het zien. Wij zijn aangekomen op Schiphol en Olivia is Sander aan het helpen. Met inchecken. Met inchecken. Welke moeten we nu doen? Deze? Oh. Kijk, Nee. En die? Ja, dan doen we die daarna, oké. Wij zitten in het vliegtuig. En ik ben het wakker. Oké, wij zijn geland. Ik weet niet of jullie überhaupt iets zien. En we gaan onze huurauto ophalen. We hebben een auto gehuurd bij Sixt. Dat doen we altijd, ook in Nederland trouwens. Voor degene die vragen waar we elke keer een andere auto hebben. En want Sixt heeft gewoon de chillste auto's. Vind ik. En Sander ook eigenlijk. En we willen altijd een veilige grote family car. En die hebben ze hier. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag meekrijgen. Dus let's go. Ben je er klaar voor, schat? Ja, maar het is altijd leuk. Want Sixt, daar huren we eigenlijk bijna altijd en overal. En ja, het is overal het hele proces hetzelfde. Dat vind ik maar een leuke... It is lovely ladies checking us in. Ja, top. Nice. Word je een beetje hebberig? Nee. Ik dacht dat jij niet van auto's hield. Ik vind G-Wagon wel echt heel leuk. Oh echt? Ja. Zo tof. Oké, dus bij Sixt hebben ze echt hele zieke toffe auto's. Ik bedoel... Oké, gloednieuw Volvootje. Leuke cabrioletjes voor als je single bent en op zoek bent naar een vrouw. En natuurlijk gewoon hele comfortabele SUV's. Heel top. Ja, en ik hou van dit bedrijf, want ze zijn lekker georganiseerd en als je vaak hier huurt, dan krijg je lekkere perks. En ik zeg dit niet omdat ze zo aardig zijn om ons een upgrade te geven, maar ik zeg dit omdat we dit eigenlijk altijd doen. En it works. Kijk, dit is onze auto. Yay! Hoe tof is dat? Let's go to the desert! Wij zitten in de auto en we hebben een Airbnb gehuurd voor de week. We gaan van het weekend dus wel naar Palm Springs. Daar slapen we in een hotel voor Coachella. En nu gaan we naar ons huis. Dus ik ben benieuwd. We hebben hier nooit geslapen in dit huis. Dus ik ga jullie zo een tour geven. We
wij zijn aangekomen in ons huis en het is echt zo mooi. De hele sfeer hier is zo super mooi. Daar zit Sander. Oli zit alvast aan de eettafel. Nee, die stekker mag je niet, Ol. Oh, je is een sleutel. Gaan we lekker eten, Olivia? Nee? En hier hebben we een slaapkamer. En daarachter is een badkamer. En de tuin laat ik morgen wel zien. We hebben een tuin met een zwembad. En hier hebben we weer een badkamer. We hebben twee badkamers. En dan hier weer een slaapkamer. Oh, hier kan je de tuin iets beter zien. Kijk, zwembadje. En dan gaan Sander en ik denk ik in de laatste kamer slapen. Moet ik straks even alles uitpakken. Dat is hier. Oh my god, Sander heeft zijn schoen op bed gezet. Echt haat. En echt super grote kasten, dus kan ik lekker al mijn kleding kwijt. En ik denk dat we Olly lekker hier laten slapen. In ieder geval de eerste dagen. Good morning! Het is onze eerste dag in LA. Het is 9:00 ochtends. Ik heb me aangekleed. Dit is wat ik aan heb. Mijn vintage Chanel zien. Jurkje van Boohoo. En we hebben een dag vol met afspraken. Dus, let's go. Ik heb net geprobeerd mijn haar te krullen. Ik had een nieuwe krultang gekocht. Maar het is niet echt gelukt. Dus ik ga het denk ik nog even een keer doen. Ken je dat als je je haar krult, terwijl het zeg maar eigenlijk nog vochtig is, dan werkt het niet. Nou goed, ik zie er niet echt florisant uit. Ik ga me klaarmaken en dan gaan we naar afspraken. Wij zijn na onze afspraken naar het strand gegaan. En Olivia is met een emmertje. Ga je een zandkasteel bouwen? Olivia, wat gaat ermee gebeuren? Oh, wauw. Oh jongens, kijk. Wauw. Wauw. Wat knap. Ons zandkasteel. Het zandkasteel, ja. We zijn in Santa Monica. Kijk eens. Wij zijn lekker gaan eten. Olly heeft haar edamame en de rijst. Olly is wel een beetje wit. Ja, Klommers is net wakker en Oesters zijn er. Wij zitten in de auto terug van Santa Monica naar ons huis dat we gehuurd hebben. Heb ik het huis eigenlijk al laten zien? Had ik een home tour gedaan? Volgens mij wel. Ik weet het niet meer. En kijk eens wie er in slaap is gevallen. Kleine Olly. Ze doet het echt heel goed met de jetlag. Voor mensen die ons vragen stellen. Of, ja, ze doet het echt heel goed. Ze was vannacht om 2:15 wakker. Nou, ze heeft zich echt voorbeeldig gedragen. Nou ja, ze gedraagt zich voorbeeldig, maar ze wordt gewoon 2:15 wakker. Ja, ze was 2:15 wakker. Ja. Maar ze heeft toen wel nog van 6 tot 11 of zo geslapen, toch? Ja, 6 tot 11. Ach ja, weet je, kijk, je kind met een jetlag, dat moet je gewoon precies laten doen waar het zelf zin in heeft. Het heeft niet zoveel zin om dat te willen sturen. En volgens mij las ik laatst ook ergens dat de beste remedie voor een jetlag is ook gewoon precies overal aan toegeven. Elk momentje van moeheid of een attack van oké, ik trek het niet, dan... Maar wij hebben ons wel goed door de dag heen geslagen. Ben jij moe? Valt het ja, mee? Nee, ik heb echt 47 koppen koffie op, dus ik sta echt zo strak als een wiel. Nog steeds? Ja hoor. Weer een afgebroken geluk. Anyways, we gaan naar huis rijden. Hey guys, good morning. Het is donderdag. En ik ben echt in zo'n slechte bui vandaag. Ik denk dat het komt door mijn jetlag. Maar goed. Ik was al vroeg wakker. En ik heb net echt 2 zakken chips en super veel koek en snoep op. In de hoop dat ik me beter voel. But I do not know if it's gonna work. Ik ga even wat outfits bij elkaar zoeken. En dan gaan we straks op pad. Misschien moet ik wel koffie drinken, Sam. Misschien helpt dat wel. Ja. Ja. En ik heb net vintage shoppings gedaan. Ik heb cowboylaars gekocht, hele vette. Die zijn hier. Deze.
en voor Coachella. En wat jurkjes. En dit Boeing shirt. Dit zit, auw. Oh, ik stoot me zo hard. Gisteren ben ik bij Revolve geweest. Daar heb ik dit leren rokje uitgekozen. En welk merk is die? LPA. En deze top. Kan niet echt goed zien. Nog een blauwe top. En voor de rest heb ik... Waar is mijn andere kleren gebleven? Nog allemaal nieuwe kleren en rommel. Rotzooi. Overal rotzooi. Rommel. Wat is dit? Ja. Ik heb echt een extra koffer nodig als ik zo naar huis ga. Ik ga even alles opruimen en dan zie ik jullie zo. Ik heb me even omgekleed. En ik heb een pak aan van Storage. Ik zal het linkje hieronder posten als ze deze nog hebben. En die vintage Chanel ring. En deze Chloe tas. En deze Zara schoenen. En ja. That's it. Sander is nu Olivia aan het ophalen. Die was met de oppas even aan het shoppen. En dan gaan we wat leuks doen. Ja, dat is heel cool. We zijn in The Broad Museum. Vind je het cool, Olivia? Dit is gaaf, hè? Cool! Waar gaan we nou naartoe? Olivia, neem je mama mee. Als een hond. Vind je dit mooi? Dit zijn tulpen, hè? Heb je er zin in of niet? Ik geloof het wel, hè? Misschien niet echt. Vonden we het leuk? Ja, superleuk. Hey, Olivia, vond je het leuk? Olly is heel boos, want Olly wilde een popje uit de museumwinkel. En ik okay. Moest ze niet hebben voor mij. Alright. Hoe gaan we dit regelen? We willen heel graag naar een kamer hier. Waar is die kamer eigenlijk? Daar. Nee, dat is een overzichtstentoonstelling van een... Die vind je cooler. Oh, echt waar? Ja. Alright, cool. Well, let's go and check out someone who can get us in. Nee. Hey, Noor. Ben je blij dat je hierin gaat, of niet? Nee. Echt waar, werkelijk waar. Noor heeft het hier al. Nou, ik denk. Hoe lang heb je het hier over? Een jaar. Al een jaar. En nu gaat het gewoon lukken. Episch swag. Gaat zo meteen de deur open. Heb je er zin in? Is wel cool, hè? Kijk, en die mevrouw die doet de deur open. Kijk. En dan kunnen we mama zien. Kijk. Wauw. Je mag wel mij blijven. Oh, can I stay with them? Sure. Oh, kijk. Dit is heel bizar. Mag je met Olly even één tikje naar links doen, naar mij toe? Nee, naar mij? Ja, en je hoeft niet door je knieën nu. Nee, Caroline. We gaan morgen terug. Je bent ook wat te slapen. Zie, we zijn overal. Kijk, ook daar. Wauw. Zo. Dit is echt bizar. Kijk dan. Nee, daar. Ja, it never stops. Look. Daar. Ja. Daar. Echt heel vet. Vond je het leuk of niet? Olivia. Olivia. Hey, Olivia, vond je het leuk? Wat gaaf, hè? You want to do it again? Oh, dit was echt zo cool. We zijn nu weer in de auto. En we gaan nu naar Venice. Eten met vrienden. En ja. Oh, mijn zonnebril zit onder in de... Zit in de luiertas volgens ja, mij. Wil je die hebben? Ja, alsjeblieft. Ja. Wil je ook een zonnebril? Wil Olly ook een zonnebril? Ja, die had ik gisteren wel in haar gestoken. Vond ze het leuk? Ja, toen gingen we weg en toen kwam ze buiten zonder zonnebril dus. Moet je hier een uitrijdticket voor hebben? Ja. Heb ik hier echt? Ik vind dit pak zo leuk. Oké, well, let's go. Was het lekker? Ja, je moet even Olivia vinden. Die heeft hier gewoon echt letterlijk anderhalf uur geleden. En Thijs, vond je het lekker? Ja, ik lag net nog te slapen, maar ik ben echt net wakker. Ik lag ernaast. Ja, we zijn wel een beetje jaloers op dit. Zo lief. Heerlijk. Wij zitten weer in de auto. En ik heb zin om mijn mascara door mijn hele ogen heen te wrijven. Ik jeuk aan mijn ogen. We zijn gezellig aan het eten geweest in Venice bij de Butcher's Daughter met Thijs. En we gaan nu naar huis. Het is 10 uur.
En ga ik spullen inpakken voor Palm Springs voor Coachella morgen. En ik even werken. Of wij? Wij. Nou ja, jij pakt niet echt in. Dat is niet echt, inpakken te noemen. Alles is bij jou ik. Ja, maar jij gooit ik niet. Inpakken is voor jou niet een proces. Serieus, we hebben vanavond een gesprek gehad dat ik zou inpakken voor jou. Oké, dan gaat Sander mijn spullen inpakken voor Palm Springs. Maar ik heb alles al klaargelegd. Ja, zoek dan een andere vent die dat allemaal voor je doet. Anyways. Doe dan. On this note, we're gonna end the vlog. Ik ga de vlog afsluiten, een nieuwe vlog beginnen, zodat de Coachella vlog apart wordt. Dat leek mij wel leuk. En ik hoop dat jullie de eerste LA vlog leuk vonden. Leek mij ook wel leuk. In ieder geval. Oli is weer wakker inmiddels. Tenminste, wakker. En vergeet niet te subscriben. Doei!